Tim Hofman heeft niet alleen veel fans, maar ook veel haters. Zij ergeren zich eraan dat de presentator altijd zo wil deugen, maar storen zich ook aan de manier waarop hij andere mensen de maat neemt. Zo zat hij eergisteren in de talkshow Khalid Sophie, waar hij een meneer van de vleeslobby besloot aan te pakken. Dat tv-optreden van Tim werd gisteravond nabeschouwd in Vandaag een Site. Ik zou bijna zeggen tegen zo'n jongen, kun je ook even je bek houden? Hij denkt wel dat hij het geweten van Nederland is, hè? Zo obsessief, hè? Het lijkt wel alsof er een soort hysterie in zijn hoofd zit, weet je wel, aldus Johan Derksen. Het is volgens Johan lachwekkend dat Tim überhaupt wordt uitgenodigd. Ik zou zo'n gozer er gewoon niet bij willen hebben. Het is toch niet gezellig als die gek erbij zit? Tim nam de hele leiding van het gesprek over, waardoor gastheer Khalid Kassem maar een beetje zat toe te kijken. Helene Hendricks, had jij er iets van gezegd als presentator? Johan, je laat je de leiding niet afnemen. René van der Gijp gaat vervolgens helemaal los. Deze manier van hem vind ik gewoon stuitend. Wie is hij godverdsterretje MME? Paardelsterretje L. Er klinkt vervolgens een luid applaus in de studio. Wilfred Gené verbaast, oh, er wordt zelfs geapplaudisseerd hier zeg. René begrijpt dat de mensen in de studio Tim helemaal beu zijn. Ja, kom op zeg. Je mag tegen zo'n man, van de vleeslobby, alles zeggen, van, zit je hier wel op een goed punt of heb je wel het goede punt? Maar de manier, de stuitende arrogantie die gozer uitstraalt. Bah, misselijkmakend. Johan, we hebben met een snotneus te maken met heel weinig levenservaring die dan volwassen mensen even de lee leest als een kwajongen. René, ik haal die twee klootzakken ook altijd door elkaar, hè? Hij en die ADHD-AD'er. Tim den Beste, ja. Die haal ik altijd door elkaar. Tim den Beste, hahaha. Johan, die jongens gedragen zich dusdanig. Ze hebben echt professionele hulp nodig. Ze weten zich niet te beheersen, hebben zichzelf zo opgeblazen, vinden zichzelf zo belangrijk, vinden dat ze iedere Nederlander tot de orde moeten roepen. Eerder deze week haalde Johan in zijn programma ook al uit naar Tim. Dat jochie die denkt dat hij het geweten van Nederland is. Tim, Tom, wat een kwalletje is dat zeg, zei hij toen.